In het zevende lijsttrekkersgesprek van Dagblad de Gelderlander was woensdagochtend VNL-lijsttrekker Jan Roos te gast. Na afloop sprak verslaggever Raymond Jansen met Chris van den Bos, Gelders lid van deze nieuwe politieke partij. Naast mij staat Chris van den Bos, verkiesbaar op de lijst. Wat vond u van het verhaal? Nee, ik ben niet verkiesbaar op de lijst, maar ik ben wel lid van VNL. Ik vond het een verhaal heerlijk om naar te luisteren. Eindelijk weer iemand die spreekt zonder meel in de mond, die keuzes maakt en die op gezond verstand een programma heeft neergezet waar Nederland alleen maar beter van wordt. Zullen we even kijken naar het programma en wat dat betekent voor deze regio. Hè? We hebben het over de A15 gehad. Geen tol, een bredere snelweg. Wat is de planning voor die plannen? Nou, wat dat betreft gaat Gelderland er zeker op vooruit. Als je hoort wat bijvoorbeeld Defensie al zou kunnen betekenen, de legerplaatsen die weer gevuld worden, waar weer enorm veel werk tevoorschijn komt, de infrastructuur die Jan Roos gezegd heeft, de A15 is daar een typisch voorbeeld van. Als je kijkt naar de oplossingen voor krimp, dan is dat zo'n vreselijk logische oplossing door gewoon te zorgen dat de economische activiteit toeneemt. Grensgebied hebben we het ook over gehad. Als ik het goed beluister, binnenkort weer veel grenscontroles. Rij je langs de grensovergangen? Nee, ik kom nog uit de tijd dat die grens wel bewaakt werd. En van de 10 keer kon ik 9 keer zo doorrijden. Dus dat zie je helemaal niet gebeuren. Er wordt gewoon wat meer gekeken. Maar een gesloten grens wil ook wel eens kunnen betekenen dat mensen die zonder toestemming over die grens komen en illegaal in Nederland zijn, die opvang niet meer krijgen die ze nu wel hebben. Dan heb je in feite ook een gesloten grens. Tot slot, week voor de verkiezingen, campagne in volle gang. Toch, Jan Roos zegt, het is niet alleen de Randstad, het is ook het platteland, het is ook de provincie. Ik heb u nog niet gezien op straat. Hoe gaat het met de campagne in deze regio? Nou, ik heb alle borden in de hele Achterhoek beplakt. Dus wat dat betreft had u me duizenden kilometers binnen kunnen zien rijden. En een aantal activiteiten hebben we meegedaan. Maar we zijn een jonge partij. Dat betekent dat de organisatie gewoon nog moet groeien. En dat we op dit moment overal vrijwilligers aan het verzamelen zijn. En ook al, maar dat is, zal Jan Roos ook wel weten, al bezig zijn met die organisatie voor de gemeentes, voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zorgen er al zoveel mogelijk vrijwilligers te vinden in alle gemeentes. We zijn heel druk bezig.